Deze kerel kan er wel wat van. Alleen niet goed genoeg. Haha! Jongen mensen, super dat jullie kijken in deze gloednieuwe Fortnite video op mijn kanaal Games Real. In deze video jongens gaan we zoals je ziet lekker naar Pleasant Park 2. En ik heb lekker een keer een hele andere skin aangezet. En ik weet trouwens niet eens wat de naam is van deze skin. Het lijkt een beetje op een soort van Renegade Raider, maar dan zonder het hoedje natuurlijk. Dus ik dacht van, weet je, een keer een hele andere skin. Ik dacht van, ik zag hem gewoon in mijn locker zitten. Dus let's fucking go, we gaan lekker naar Pleasant Park 2. En we gaan dit potje solo's proberen te winnen jongens. Dus let's fucking go, ik zie hier al twee wapens staan. Ik denk niet dat ik, ja, die kerel had hem al, dat zag je het al. Oké, die kerel gaat hoe dan ook naar mijn huisje toe komen, dat weet ik zeker. Maar ik heb in ieder geval een grijze tag. Dus dat is in ieder geval een goede gun om zeg maar tegen te gaan. Want de tactical jongens van close range is soms best wel chill hoor. Oké, hij komt eraan. Je hoort hem. Hoppakee. Oh, chill. Heerlijke kill delen. Oké, dat bedoel ik. Want een pump natuurlijk heeft een soort van... Ja, een grote delay in zijn schoten zitten. En ik lekker niet. Dus haha! We got it, jongens. En kijk eens aan. Mini shields. En oeh, een hunting rifle. Kom maar door, jongens. Dit zijn goede wapens. We hebben een best wel een chille start. Ik doe de tactical trouwens even weg. Voor de chiller nades. Volgens mij... Ja, ik hoor weer iemand. Er zit nog iemand hier. Komt u maar. Hij zit hier beneden. Oeh, waar gaat hij heen? Hij zit nu in het gebouw, I guess. Je ziet hem daar. Ja, vriend, nou ben je even van ijs houden. Beetje de TDL op mij gooien. Ja, 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 ja. Zo, lekker headshot, chill. Ja, hij is in ieder geval best wel redelijk weak. Hij heeft geen shield meer, dus kom maar op, vriend. Where you at, bro? Ik ga hem pushen, denk ik. Hij zit op het dak. Hoppakee, chill. Oh my god. Ja, dat is het kutte aan die pump. Er zit best wel een lange delay in voordat je weer kan schieten. Maar hey, we hebben gelukkig zijn kogels kunnen dodgen en we hebben 2 kills. Nice, let's go. Gaat goed, alright, chill. Ik heb geen idee of er nog meer mensen in plezier zitten. Daar komen we vanzelf natuurlijk achter. Maar dit zijn lekkere kills, man. Dit ging wel goed. Chill. Chill, snap je? Chiller grenades. Volgens mij heten die dingen toch ook zo. Hoe heet die dingen eigenlijk? Chiller grenades? Chiller grenades. Ja, oké, daar heb ik gelijk. Mooi. Voordat ik het verkeerd zeg, dat zie ik ook wel weer gebeuren. Alright. Ik laat de blauwe AK liggen. Ik denk toch dat ik de blauwe AR ietsje stiller vind dan een blauwe AK. Als het een gouden of een paarse AK was geweest, had ik hem wel meegenomen. Maar... Lastige beslissing. Maar oké, ik vind het prima jongens. Hey, 2 kills. Ik wil wel graag wat meer. Misschien kunnen we nog wat mensen hier vinden in Pleasant Park. Dat zou wel mooi zijn. En dan bedoel ik... En dan zie je gelijk iemand springen. Hoe chill is dat? Vriend, mag ik ook even jouw hoofdje zien? Hij zit op het dak. Oké, daar ging... Oh, chill. Gaat die kerel nog meer schieten? Vriend, kom even... Links of rechts? Links of rechts, vriend? Fuck. Oké, hij gaat pushen. Niet al te slim van hem. En hij is one shot. Nee! Oh my god. Ik ga hem uit de lucht schieten. Let op. Kom op. Kom op. Je bent zo weak. Dankjewel. Yes, sir. Oké, ik weet niet wat dat voor geluid was, maar dat is zo leuk, hè. Kijk, je moet nooit riften als je heel erg low bent. Als je echt one shot bent... Doe het niet. Probeer gewoon in te bouwen of even ergens te gaan campen. Maar als je een rift gaat gebruiken, jongens, echt diegene die een beetje kan nadenken, die op de grond zit, gaat niet achter je aan. Want je bent gewoon 1 kogel. Dat zag je net wel. Dat was een clean kill, zou ik maar zeggen. 3 killetjes in de broekzak. De loot valt nu pas naar beneden. Lol, dan kunnen we dat even nu even gaan oppakken. Ja, dat duurt wel even als je zo hoog bent door zo'n rift. Dus hey, het komt langzaam naar beneden. It's raining, man. Hallelujah, it's... Oké, ik hou met single. Dat kan ik niet, hè. Alright, let's go, man. De loot is ook wel prima, man. Oh, nog een rift. Oké, mensen vinden het wel leuk om te riften vandaag. Ja, ik vind dat zo kut. Ik zie heel laat pas iemand vliegen. Kom hier, hey, vriend. Toch even een hitje gegooid. Beter komt hij van mijn kant, hoor. Want ik heb even wat kogels nodig voor mijn AR-ammo. Voor mijn AR. Oké, dit is volgens mij een pushy die denk ik niet voor de kills gaat. Die ging gewoon even lekker rustig weg. Die, ja, dat zie ik... Oh, shit. Was het een trap? Nee, dat was geen trap. Ik werd gehit. Oké. Door wie dan? Iemand daar buiten ergens. Hè? Oh, ja, je ziet hem. Kom alsjeblieft hier naar binnen. Oké. Hij zit hier. Ho. Waar je bro? Oké, deze guy denkt... Volgens mij is deze guy wel redelijk. In ieder geval, zo komt hij wel over. Maar wij zijn ook wel redelijk. Hé, hey, vriend, hoe is het, jongen? Doei. We zijn nou redelijk? Oké, soms moet ik echt nadenken voordat ik wat ga zeggen. Maar hey, we got him, jongens. Ladies and gentlemen. We got him. Let's go. 4 kills in Pleasant, jongen. Heerlijk. Het gaat goed.
Okay, die turret die mag wel even opbokken, want ik haat turrets. Echt, ik gebruik dat nooit. Ik hoef het dus ook niet in mijn inventory te hebben, maar chill. Alrighty then, 4 kills jongens, heerlijk. Ik weet niet, ik denk niet dat die kerel van daar naar mij toe gaat komen. Ik hoor een vliegtuig. Iedereen komt wel een beetje naar Pleasant toe. Kerel, wat doet die vlieg... Wat doet dat vliegtuig nou? Oh my god, hij is weak. Ik vind dat altijd zo jammer. Die mensen gaan dan de hele tijd in de lucht blijven zitten. Terwijl, ja, hun weten natuurlijk dat ze weak zijn. Maar ja, ik vind het een beetje kut dat ze niet gaan pushen natuurlijk. In ieder geval, die guy is ook best wel flink geraakt nog. Ik had hem nog 1 hit kunnen doen. En hij was al... Hij had geen shield, dus hij was al redelijk low, I guess. Misschien had hij wel 100 HP. Dat kan natuurlijk ook. Je weet het nooit. Alright, ik blijf wel een beetje in Pleasant. Want we zitten ook hier safe natuurlijk. Ik kan wel helemaal naar Tilted gaan lopen, maar... Oh, nice. Oké, fuck it. We gaan nu met de Rift. Let's go. Alright. Hopelijk kunnen we even iemand spotten vanuit de lucht. Natuurlijk was daar iemand net geland, maar ja, die ga ik nooit meer terugvinden, denk ik. Ja, ik wil even een beetje actie hebben, man. Even kijken of... Oh ja, kijk eens aan. Dat moest ik hebben. Ik moest gewoon even mensen zien spotten, jongens. En we hebben hier zelfs 2 mensen, dus let's go. Zijn in de fight? Volgens mij heeft die kerel... Nee, hij heeft hem niet gekilled. Gaan wij mee bemoeien. De laser, vriend. De laser. Oké, die kerel is low. Dan gaan we nu op die andere guy schieten. Die zit namelijk in dit ijzergeneuzel. Ik ben bang dat... Oké, ik ga eerst deze guy killen. Deze guy is namelijk low. Hallo, vriend. Doei. Dan gaan we op die andere guy. Oh, ik bouw mezelf in. Wacht, laat me eerst even de bouwmateriaal hier pakken. Oké, shit, hij had niks. Oké. RPG, dat vind ik niet zo fijn. Got him. Oh my god, wat een stumperd. Die kerel viel dood. Ha, lekker voor je, bro. Hey, got him, jongens. Hey, dit gaat lekker, man. Die Oeh, wat is dit dan? Oh, die heb ik nog nooit gebruikt. Oh, dat is... oh, die moet je wel in je handen doen. Ik wil hem op zich wel meenemen, maar... Ja, I don't know. Ik heb het nog letterlijk nog nooit gezien. Oké, wacht. Zullen we het gewoon voor de SMG? I don't know. Wat is dit eigenlijk? Wacht, je moet het neerzetten en dan. Wat gebeurt ermee? Wacht, ik wil het gewoon even een keer uittesten. Let op. Oké, ik gooi het hierop. Oh nee, daar. Jeetje, je gooit het wel. Wat de... Wat is dit? Oh shit. Oké, dit is best wel handig om iets van bijvoorbeeld... Oké, let op. Ik ga het even demonstreren. Om dit kapot te maken. Deze toren. Let op. Oh my god. Wat raar. Ik vind het wel echt apart, ouwe. Hey! Yo, gast. Oké, het is totaal, denk ik, volgens mij echt nutteloos as fuck. Maar oké, het zit er wel in. Nou, leuk. Nou, Fortnite, dan ben je toch weer heel slim bezig om dit erin te doen. Oké, ja, ik heb er totaal niks aan. Dit zal waarschijnlijk helemaal niks voor mij zijn. Maar hey, op zich wel grappig. Een beetje, wat de hel, om te kutten misschien. Een beetje vuurwerk afsteken, dat is altijd leuk. Maar oké, geen idee. Ik dacht, je zet dat ding neer zoals een turret of zo, weet je wel. Dan ga je zo omhoog. Maar oké, dat is het helaas niet. Nou, beter. Misschien was het anders wel heel overpowered geweest. Dus hij heeft natuurlijk ook niet zoveel aan. Oké, okay, nice. Ik red dit net. Oh ja, chill. Let's go. Ik heb niet... Oh ja, ik heb wel veel mats. Heerlijk, jongen. Oh, waarom nemen ze... Iedereen neemt rifts, ouwe. Kom eens hierheen dan. Vriend, kom hierheen. Het is moeilijk raken, jongen. Ik raak ook niks. Daar... Jeetje. Ik heb wel het gevoel dat ik de hele tijd dichtbij zit. Oké, dit is echt letterlijk ammo-verspilling. Yo, ik kan echt dus nooit zo ver schieten. Hè? Dat lukt mij gewoon niet. Maar ik ga wel die kant op. Dus let's fucking go met de quad. En hij landt daar. Oké, chill. Gaan we daarheen. Let's go. Oh, dit is lekker bezig, Dylan. Hoi. Yo, what the hell, ouwe. Dat was al vet remmen. Oké, lekker. We hebben wel 6 kills, dus dat is wel een lekker aantal. Ik ga gewoon naar die kerel toe, want daar is ook de safe zone. Ik zie dusver niet echt iemand anders hier in de buurt. Ja, hij is denk ik ergens daar geland. Op die berg zitten ook een mensen. Er is veel gebouwd daar namelijk boven. Ik word schoten. Ja. Op effect. Huh! Even lekker hoog vliegen. Let's go. Is het handig? Ja, let's go. Oké, prima. Oh shit, dat was wel een hele aparte schreeuw. Die kerel zit hier. Ik weet niet of hij mij door heeft. Waarschijnlijk wel. Ik heb bijna geen hout, jongens. Oh god. Oké, we zitten wel... Oh, dit is niet zo handig. Zit die kerel hier nog steeds? Ik hoor een vliegtuig weggaan. Ik denk dat dat een van deze twee was. Oh, hier zit nog iemand. Yo, get lasered. Oh, perfect. Dat is zo kut, hè. Die kerel had totaal niet door dat ik hier was. Maar daardoor hebben we wel een kill erbij. 7 kills en een vliegtuig hier.
Mooi, want ik denk dat die andere guy dan best wel de weak was. Aangezien deze guy er best wel op gefocust was. I don't know, het zal wel. Ik ga er gewoon achteraan. We pakken het vliegtuig. Dan gaan we eens even boven gluren op de berg. Want wie weet zitten daar nog mensen, ouwe. En deze camo, ik vind het echt vet. Dat rode met goud is zo dope. Gewoon zo'n Chinese-achtige thema. Oh god. Oh, niet raak schieten, dankjewel. Okay, we gaan even hier naar binnen schieten. Is er iemand? Hallo. Yep, dat is een ja. Yo, die kerel werd even gelanceerd, vriend. Oh kut, oh kut, oh kut, oh kut. Ja, dat is niet aardig. Even inbouwen, hoppakee. Even een mini-shield innemen. Oké, okay, hij heeft 50 damage er sowieso af. Wat is dit dan? Let's go. Oké, okay, die kerel gaat wel echt hoog, man. Oké, okay, wacht. Ik ga gewoon naar beneden schieten. Ja, snelle bouwer. Nou, daar ben ik ook. Nou, redelijk. Oh god, ik wil deze kerel echt hebben, man. Oké, vriend, kom maar hier. Hij gaat naar beneden. Ik ga wel in ieder geval naar beneden. Oh shit, ik wil niet naar beneden geschoten worden. Even, oh, even uit editen. Kijk eens hoe knijt hoog we zitten. Oh shit. Kampvuurtje. Nice. Okay, hij is dood. Hij is dood geflikkerd. Dat bedoel ik. Ik wist dat er zoiets ging komen, ouwe. Er zit een guy boven ons. Oh god. Kom maar hier, vriend. Hij zit helemaal beneden. Oké, gaat nu omhoog. Woep. Nog eentje. Hij is weak. Even hop. Huh, waar zit hij nou dan? Je gozer, je bent fucking low, ouwe. Alleen, waar zit je? Dat is het probleem. Oké, hij zit hier. Als ik een trap weer had, jongen, was je weer dood. Hoe kan die kerel niet dood zijn? Dankjewel. Jeetje, dat duurde lang. Er zit nogmaals iemand. Oké, ik moet die loot even hebben van deze guy. En vliegtuig. Even. Shit, die trap, ouwe. Ik hoop dat er maar één trap was. Yes. Oké, nice. Het is niet voor mij. Oh god, jongens, echt de stress hier is niet normaal. Geef me sniper, man. Dankjewel. Lekker. Dat was mijn trap, vriend. Lekker bezig. Waar ben je? Hij zit hier. Doei. Grote pot. Oké, ik moet naar beneden. Ik moet en ik haal naar beneden. Oh nee, shit. Oké, dat vliegtuig is weg. Oké. Ik heb geen idee hoe ik net praatte de hele tijd. Ik was heel erg gefocust. Maar ei, we hebben ze allemaal gekillt hier. Even zien. Minis weer mee. Chill. Woe, gek. Holy shit. Dat was spannend, houden. Dit was wel een leuke fight, houden. Ik zeg je eerlijk. Holy shit. De edits waren gewoon prima. Dat ging wel soepeltjes. Ei, chill. Oké, ik zie daar ook weer mensen fighten. Het is een drukke boel hier. Oké, ik zag daar iets afgebouwd worden, maar ik zie helaas niemand lopen. Alright, we zitten wel lekker safe in op de high ground. Dus ik vind het begin helemaal prima om hier te gaan zitten. En te blijven natuurlijk. Oké, maar toch wil ik even gluren aan de rand van deze berg. Of daar beneden nog iemand loopt. Want volgens mij was dat wel het geval. Er werd in ieder geval iets afgebouwd daar. Dat is niet de bedoeling. Alleen ik... Oh, kutkabels. Ja, ik hoor iemand. Dat bedoel ik. Ik wist gewoon dat er nog iemand was hier. Dat was één hit. Oké, hij weet nu dat ik hierboven zit, denk ik. Oké, ik heb traps. Mooi, die ga ik die even selecteren. Oh my god, lekker slim, vriend. Oh, nice. Oh, dat is zo kut, hè, die kabeldingetjes. Oké, slim. Ah! Oh my god, dat is echt zo kut, ouwe. Oké, wacht. Ik moet hem even een paar schoten raken. Oké, wat is het plan? Ik ga pushen. Doen we dit? Doen we dat niet? Knijs, deze kerel is wel snel met bouwen hoor. Helaas zeker niet meer. Oké. Deze kerel kan er wel wat van. Alleen niet goed genoeg. Haha!
Oh shit, ouwe. We spelen wel lekker, man. Nice, gast. Dit was een fucking lekkere kill. Holy shit. Oké, ik heb wel wat hout. Nice, dat is ook veel. Volgens mij is de rest van zijn loot wel echt helemaal naar beneden geknetterd. Ja, dat gaat. Oké, nou, helaas. Dan laten we dat gewoon lekker achter liggen. Dat was een lekkere edit, man. Dylan, good job, man. Dat was gewoon een lekkere snelle edit, natuurlijk. Blijkbaar ja, heb ik dat nu in me, man. Ik heb heel vaak het gebeuren dat het mijn editen echt gewoon totaal in de steek laat. Maar ik, de laatste tijd ben ik best wel wat ja, beter of vooruit gegaan in het editen. In het spelen. Gewoon, ja, de movement is gewoon wat beter geworden. Terwijl ik eigenlijk niet eens zo heel veel meer speel dan eerst. Maar oké. Oh, ik heb hier trouwens een gouden pump laten liggen. Serieus? Lol, dat zie ik. Lol, daar kom ik ook pas nu achter. En er liggen ook nog allemaal shizzle hier. Nou, dan nemen we dat even mee. Wat de hel? We hebben gewoon misgelopen. Nou, lekker slim weer. Lekker Dylan. Goed bezig. Alright. Ik moet naar beneden toe. En dit is echt een knijtergebouwd geneuzel hier. Oké. Oeh, nou, gas. Oké, zullen we even een kamfertje neerleggen? Aangezien we er toch een wat hebben. Kan ik dat hier neerzetten? Dank u wel. Oké. Ik zag hier glider redeploy shizzle liggen. Ik denk dat ik die mee ga nemen. Weet je waarom? Parcours. Oké, dat ging bijna fout. Want ja, een SCAR kan op zich ook wel sprayen. Ik heb niet echt een SMG nodig nu. En dit is best wel handig om eventueel om in buildfights niet naar beneden geschoten te worden. Dus, wat de hel? Yo, hey, wat is dit? Wat de hel? Allemaal gratis loot voor mij? Nou, ik vind het helemaal prima. Chill. Alright. Het is nu een beetje de mensen spotten nog. Ik zit hier op zich nog wel redelijk chill. Ik wil even kijken of ik iemand zie lopen. Daar is wel gebouwd. Daar wordt gebouwd. Daar gaan we heen. Let's go. Dit is ook wel even chill om met deze glider redeploy lekker naar de safe zone te gaan. Easy going. Oké, hier zit sowieso iemand daar binnen. Voor de rest zie ik niet echt meer echt beweging hier. Confuci hier, ik weet niet of dat standaard is. Ja, oh jeetje, wat is dit gebouwd, jongen, in dit huis. Hier zit echt, hier zitten mensen, ouwe. Hier zit een guy die echt alles volbouwt, gewoon, letterlijk. Waar zit je vriend? Kom maar door. Woe! Oh, even weg hier. Hij kwam wel heel dichtbij. Oké, hij zit hieronder. Je hoort het. Doei vriend. Oh my god, de edits perfecto. Hop, hop, hop. Oké, ik moet wel iets van shield vinden. Ik hoor hier een kist namelijk, dus wie weet zit daar iets van shield. Gasten, ze hebben 11 kills. Heerlijk, heerlijk. Groot shield. Oké, nee, helaas hebben we niks aan. Oké, we hebben nu wel full match, ouwe. Dit is perfect. Woe. Dan gaan we ook gewoon lekker omhoog bouwen. Schijt, we kunnen toch naar beneden springen. Ik hoor een sniper. Er zijn nog 4 andere mensen. Ik ga er gewoon heen. Ik ga er gewoon heen. Ik ga gewoon zoveel mogelijk kills proberen te maken, jongens. Let's fucking do this, man! Oké, ik hoor hier een hunting rifle. Blijkbaar gaat iedereen ook een beetje spectaten bij mij. Dat was een beetje scheef. Oké, dat lag aan mij. Ik ga gewoon lekker omhoog. Ik heb gewoon lekker 2 spectators. Nou, altijd mooi. Oké, het leuke is, er zijn nog 4 mensen naast mij over. Oh shit, ouwe. Oh shit, daar kom ik ook even op tijd achter. Er zit gewoon een knaapje in mijn nek. Dit ding mag wel even weg. Oké, hier zit sowieso een persoon, je ziet hem daar. Ik heb geen idee wat hij aan het doen is, maar hij heeft een sniper, dus ik ga daar lekker niet naar pieken. En daar achter mij, je ziet hem daar hakken. Ik ga daarheen, let's go. Fuck, ik wist niet dat een glider deed. Kom, hij zit hier. Oké, ik ga iets hierheen naar de C-zone. Oké, fuck it. Eerst mezelf in veiligheid brengen. Woe. Kan ik hier doorheen? Dankjewel. Fuck. Oh shit. Dat ding die werkt dus wel. Wat een irritant ding is dat. Waar is die gast nou eigenlijk? Hij is gewoon verdwenen, die guy. Hallo vriend. Doei vriend. Let's go. Oké, ik had die andere guy ook nog even snel een deagle hit gegeven. Ik weet niet of jullie dat goed konden zien. Maar die kerel is dus ook 50 shield armor door mij. Oké, die kerel loopt ergens daarachter. 100%. Hier zit ook een vliegtuig. Maar ik denk dat er nog ergens iemand loopt te campen, jongen. Ik ga een beetje daarheen gluren. Let's go. Deze guy. Woe! Holy shit. Hoppa, kan hij nog even een hit farmen? Ik ben bang voor die andere guy. Er zit nog iemand ergens te campen neer hier. Wat doet hij dom, jongen? Lekker bezig, vriend. Oké, de laatste persoon, jongens.
Voor hem pushen. Oké, dit is de laatste guy. 14 kills kan dit worden. Dat is prima hoor. Waar ga je heen? Weer een hit. Oeh, safe zone. Let's go. Hij is weak. En got hem, jongen. 14 kills, even een toeter. Fuck, hij doet het niet. Oh, dat is awkward. Yes, ouwe. 14 kills, jongen. Pow. Gast, heerlijk potje, ouwe. Holy fucking shit, ouwe. 14 kills gewoon en de plays waren on, ouwe. Holy shit, wat een mooi potje, jongens. Hopelijk vonden jullie deze video leuk, jongens. Als je deze video leuk vond, vergeet niet zeker even een duim omhoog te doen. Kunnen we hem heel misschien voor de 2500 likes gaan. Dat zou super dope zijn. Dus support je me enorm mee. En jongens, dit was een heerlijk potje. Wat een mooi spel. Ik merk echt dat ik weer meer plezier en beter word in Fortnite. Dus super dope. Thanks voor het kijken, jongens. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zeg ik tot de volgende video. Dat het mooiste, dat het nooit zal zijn.